Inderdaad, ik ga zeker over op het potjes. Als het goed is, heeft de productie ervoor gezorgd dat we een mooie volle party hebben met allemaal players. Woehoe. Ja, ik zie het. Wow, helemaal vol. Het is echt één groot gekhuis. Dames en heren, dank jullie wel. Crazy, joh. Wow. Eén grote volle party. Nou, dit gaan we niet eens redden. 24 tegen 24 kan niet in Halo, hè? Oh, nee. Het is helemaal vol, joh. Zo, de knetter. Nee, voor volgende keer, iedereen mag nu weer van lachen. Dames en heren, voor volgende keer, bij de volgende masterclass, we gaan ervoor zorgen dat je mij of Mello eventjes toevoegt aan Halo. Dan kunnen we samen een potje gaan spelen, uiteindelijk, aan het einde. Dat we ook een beetje die map control, maar dan gezamenlijk kunnen doen, hè? Met Hero, de Commander in Chief. Ja. Kan je ze gaan leiden en dan kan je ze overal naartoe sturen en hoppen, en dan win je al die potjes. Hoppakee, nou ja, Melvin en ik gaan nu eventjes proberen om dat netjes te doen. Ik zou zeggen, jongens, mocht jullie nog een vraag hebben voor natuurlijk de echte pro, laat ze achter in de chat. Dan kan ik ze voor jullie beantwoorden en tegelijkertijd zeggen, ga lekker spelen. Ja. Pomp die scores eruit, want ik weet dat je het kan. Ik inderdaad. Ik ga het even zeker mijn best doen. Oh, er komt er iemand bij. Oh ja, er is iemand bij. Helemaal leuk. Volgens mij, de productie zag het en die zette daar die Xbox aan. Nee, dat komt helemaal goed. Hey, anders gaan we even splitscreen. Oh ja, kom, we gaan even splitscreen. Dat is eruit gehaald, nee, sinds deze. Dat zit er niet in. Vind je dat jammer? Of, ja, ik vind het. Maat is dat wel. Dat is gezellig. Leuk, hè? Halo was altijd. Zo ben ik natuurlijk met Halo begonnen. Halo 1 had je niet eens online capabilities. Ik zat daar gewoon met vier vrienden. Zaten we een beetje dik te wezen op de bank. Halo. Zat je gewoon lekker 2 tegen 2 te spelen. En dat was leuk hoor toen. En met alle Halo's bleef dat leuk om gewoon. Lekker gezamenlijk, lekker op de bank, even relax die campaign door te lopen. Of even lekker tegen elkaar een beetje schieten. Nou, maar hoe ben je eigenlijk in de Halo scene gekomen? Want je bent natuurlijk dan wel, denk ik, begonnen bij Quick of iets dergelijks. Hoe ik in de Halo scene... Nee, dat was echt nog gewoon door heel vroeger. Het was toen de wereld nog plat was. Ja, ja. Toen had je geen Xbox Live. Nee. Toen, zeker hadden je ouders geen creditcard. Dus wat deed je met je Xbox? Die sloot je aan op Xbox Connect. Nou, ik denk dat ik nu echt dikke thumbs up krijg van heel veel mensen. Xbox Connect, dat was het. Dat was het voor alle Nederlanders. Je sloot je Xbox aan op de computer. En die fakte alsof je op een LAN zat met het internet. Zo. En daarmee, met die mensen was ik aan het spelen. En we werden ook echt goed. We werden steeds beter. En op een gegeven moment kom je toch in die creditcard. En ik en Melvin, die hebben echt verschrikkelijk veel gespeeld. En toen kwam de World Cyber Games in Nederland met Halo 2. En toen 2 tegen 2 toen al. Ja, heerlijk. Nou, daar hebben we aan meegedaan. Zijn we heel ver in gekomen. Helaas niet de kampioen. Helaas. En hoe was je? Tweede en derde? Tweede. Dat mag. Ja, dat is goed. Dat is goed. Top 3 is maar en het leuke was, het was echt een community waar je in komt. Weet je. Je speelt met mensen die je kent. Voor mij mag Melvin trouwens de game gaan starten. Dan kunnen we dat zo direct gaan laten zien. Ik hoop dat hij dat doorkrijgt. En dan, kunnen we gewoon lekker even een potje gaan rollen zo direct. Ja. Nadat het eigenlijk de Halo 2 was gebeurd, toen kwamen we aan een sponsor. En Halo 3 hebben we ook gesponsord gedaan. Nou, dat is echt als gaaf. Als 17. Dat is gewoon je droom om eventjes... Ja, dat was echt een droom. Ja. Wow, what the fuck, weet je wel. En we gingen echt gewoon toernooien doen en alles. En we hadden ons ingeschreven voor een groot toernooi. En op dat moment zei iemand, ja, game is geen toekomst. En dat is niet waar. Allemaal luisteren, gamen is wel een toekomst. Het wordt fucking groot. Het wordt groter dan voetbal. E-sports wordt echt voor de volgende generatie. Jongens, niet twijfelen. Je gaat gewoon doen. Je gaat spelen. Wij worden oud, Jan. Ik in ieder geval. Jij bent nog niet. ik volg je later wel. Jij volgt me later. Nee. E-sports worden groot en iedereen moet het gewoon gaan doen, weet je. Maak het is gewoon gaaf ook maak om die community doen. Competitive en begin gewoon nu al, weet je. Denk niet, oh, ik ben nog zo jong of ik ben te oud. Gewoon doen. Knallen. Ja. Nou, hoeveelste was je het eerste toernooi dat jij speelde? Dat was tweede. Ja, nou ja, en voor de rest doe je online toernooitjes. Dat kan ik me niet herinneren. Dat zijn kleine toernooitjes natuurlijk. Nee, we krijgen als eerst een breakout. Die heb ik vorige keer ook laten zien. Dat is een soort van search met de vlag natuurlijk. Ja, met de vlag in het midden. Die moet je naar de overkant gaan brengen. Ik ga de battle rifle oppakken waarmee ik wat meer profijt kan halen. Eens even kijken hoor. 4 tegen 4 natuurlijk. Ja, 4 tegen 4. En het is, als je nu dood bent, dan is het af. Weet je wat, ik ga gewoon de vlag. Ik ga gewoon rennen. Gewoon rennen met die vlag. Daar gaat hij. Je loopt altijd zo langzaam met die vlag. Ja, je kan wel je hebt wel gewoon je team dash gedaan. Inderdaad. Hoppa. Jongens, als jullie vragen hebben, laat ze eventjes weten in de chat. Iemand vraagt, wat is het verschil tussen COS en Halo? Of COS?
Zou die COD bedoelen? Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, maar het verschil tussen Call of Duty en Halo is dat... ja, Halo is natuurlijk veel minder groot. Waardoor de scene en de mensen die spelen... Die ja, zijn toch een stuk competitiever. Ja. En ja, ja, meestal klinkt het een beetje stom. Gewoon wat ouder, weet je. Dat is nou helemaal zo. Dat komt er eenmaal bij kijken. Oh, damn zeg. Ik moet ook niet praten en spelen tegelijk. Volgende keer negeer ik gewoon die vragen. Kom op. Gewoon niet te veel. Call of Duty wordt gewoon veel meer gespeeld. Ja. Maar ja, Call of Duty is natuurlijk een veel grotere e-sports game. Die moet je, ja, als je, ja, als je echt die e-sport in wil, moet je toch Call of Duty gaan spelen. En het grote verschil is natuurlijk dat je schilden hebt bij, bij Halo. Ja, ik vind Halo ook... Het is voor mij dan, omdat ik natuurlijk Call of Duty speel, veel moeilijker om natuurlijk die vijanden te killen. Want bij Call of Duty schiet ik bijvoorbeeld 5 kogels en is iemand dood. En bij Halo moet je soms echt gewoon een hele ammo clip bijvoorbeeld schieten om iemand te kunnen vermoorden. Door dat schild dat je hebt en doordat de headshots ook heel belangrijk zijn in Halo. Ja. En bij Call of Duty schiet je gewoon wat en dan krijg je vanzelf wel de kill. Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen maar zo. Oh, oh, oh. Kom op, kom op! Ik controleer nu even de omgeving. Melvin staat in zijn rug. En daarmee probeer ik een beetje druk te zetten. Kijk, hij zie je, dat deed helpen. Hij dat heel lekker. Hij laatste er 2. Kijk eens aan, de headshot. Ik vind dat geluid van de headshot. Ja, dit is zo mooi. Even dat, ja, dat is heerlijk. Het is ja, een mooi, mooi soundje dat je krijgt. Ja, lekker is dat. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. So Hell, die vraagt, moet je met Halo erop afrennen of rustig spelen? Nou, om echt beter te worden, dus raad ik je toch aan om rustig te gaan spelen. Dus probeer eerst de kills op te pakken die je moet gaan pakken. En daarna kan je plays gaan proberen te maken. En met plays bedoel ik dus dat je er wat harder op ingaat. Dat je even iets doet wat eigenlijk niet kan, maar omdat je gewoon goed kan controleren. Zoals je mij nu ziet met die dash en van alles. Daarmee kan je druk uit gaan oefenen. Ja, het is denk ik ook eerst eventjes wennen aan natuurlijk de game. Het wennen aan dat je echt headshots moet schieten. Om natuurlijk die kills goed te kunnen oppakken. En als je daar eenmaal aan gewend bent, dan kan je natuurlijk wat sneller gaan rennen. Kan je het ook meer je eigen ding doen. Als je er eenmaal aan gewend bent. Ja. Wat is het beste wapen op Halo? Vraagt Jobra. Sniper. Direct sniper rifle. Ja, direct sniper rifle. Hetgene wat je het meest gebruikt en wat het belangrijkste is om mee te gaan leren spelen, is de battle rifle en deze kleine mooie vriend. Pistooltje. Say hello to my little friend. Ja, dat pistooltje is het. Het ja, is ook echt een little friend in deze game. Oeh, oh. lekker popgeluidje weer. Ja, ja. Het is heel belangrijk om die hoofdjes te schieten. Je ziet hem ook de hele tijd op die hoofdjes richten. Hey Spelbreker, waarom stream je niet vaker zodat Halo leuker wordt in Nederland? Ja, volgens mij stream je best wel veel, toch? Nee, ik probeer 3 dagen standaard in de week te streamen, maar waarom niet meer? Ja, ik wil graag meer streamen. En ja, life just gets in the way. Ja, dat kennen denk ik elke streamer. Maar ik vind het wel een mooie vraag. Ja, ik ga zeker voor jou ga ik vaker streamen. Hoppa, nou je hoort het, jongen. Je hoort het, Wesley. Houd het in de gaten. Hoppakee. Oeh, dit is wel een mooie vraag. Want Halo is natuurlijk een Xbox exclusive. Ja. En Wesley vraagt, denk je dat de game beter wordt als het ook naar de PC komt? Of denk je dat juist niet hoort bij Halo? Want het is wel echt, als ik denk aan Halo persoonlijk, denk aan Xbox. Ik zei het vorige maand, zei ik het inderdaad tijdens de masterclass. Halo gaat nooit naar de PlayStation of naar de PC komen. Maar voor de e-sport community zou dat het beter zijn, ja. Halo 2 hebben ze gelanceerd op de PC. Dat was echt wel een hit en dat had, denk ik, Halo verder kunnen tillen. Ja. Alleen gaan ze dat denk ik niet doen, omdat ze toch die exclusive title is wel heel belangrijk voor ze. Ja. En ben benieuwd of Sony het überhaupt wil hebben. Ja, dat zijn allemaal dingen, dit en dat en zus en zo. Ja. Maar het is, ja, wat je zegt, het is misschien, als het echt groter wil worden, wel handig natuurlijk. Ja. Want heb je Quick ook ooit gespeeld? Quick? Ja. Of Quick? Quake, Quake. Okay. Wow, in één keer. Het ligt in brommen. Euro Tournament en Quake, wauw. Dat was ook op de PC. Masterclass voor volgende week. Ja, kom maar op. Dat zijn de tijden, joh. Ja, Quake, nee, dat was echt gruwelijk, man. En dat is natuurlijk een hele andere wereld dan dit. Het is nog 10 keer zo snel. Ja, ja. Maar dat was natuurlijk oorspronkelijk wel op de PC. Ja. Ja, inderdaad. Nee, dat zijn wel de dingen waar het... Ja, daar had Halo het van kunnen hebben. En dan had het denk ik een grotere e-sports game geworden. Ja. Want zeker voor console gaming staat Call of Duty toch wel een beetje alleen. Voor shooter, zeker, ja. Nou, dan gaan we. Deze keer een Team Slayer game.
Wat heel belangrijk is, Wat wordt je score? We gaan kijken of je het goed doet. Ik ga gewoon zwaar positief deze. Zwaar positief? Camo op 54. Jij bent meteen, hoppakee. En ik heb de shotgun. Hiermee kan ik verschrikkelijk veel druk gaan uitoefenen. Nu zie je hoe goed die active camo wel niet is. Volgens mij zijn hun ook behoorlijk gerushed. Dus ik sta nu een beetje verkeerd. Ze zijn een beetje achterin. Ze gaan op rood spannen. Hij heeft de tijd net al gezegd, jongens. 11 minuten 53. Je weet dat bij 9 minuten 53 natuurlijk weer terugkomt. Dat is één. En de camo blijft nu ook als je schiet. Je ziet nu helemaal boven. Ja, dan gaat hij heel even weg. En als ik ga sprinten, gaat hij ook weg. En als ik dash ook. Dus dat doe ik allemaal niet te veel. Nee. Volgens mij stond er hier. Het is gewoon rustig Melvin lopen. Die heeft netjes even aan het snipen. Hup, die pakt er twee op. Ik zit een beetje te kijken waar de spawns zijn. Een beetje rustig, een beetje rustig. Ik help mijn teammate nu even, waardoor ik uit mijn cloak ga. Oké, en deze is weg. Hoppakee. Nou gaan we terug zitten met de shotgun. Hop, gaat er nog eentje achterin dan? Ja, dan blijf ik even op mijn schild wachten en hoop ik dat hij dom genoeg is om hierheen te komen. Dat is altijd een grote vraag. Doet hij niet? Ja, ja. Oh, kruisstaan. Hoppa, netjes. Ja, dan pakken we even op. Battle Rifle, beter dan de Magnum. Kan ik toch iets meer druk mee zetten. Eentje gaat hier naar beneden komen. Nee, niet. Hij staat er wel eentje beneden. Komt u maar. Hoppa. Ja, je blijft ook een beetje bij de korte afstand natuurlijk dat je dat zit. Ja, tuurlijk. Nu sta ik met de shotgun, hè. Hier is nog mooie, eentje boven. Mooie speelstijl. BAM! Hoppa, je gaat lekker. Je zei ik ga dik positief. Nou, ja, hoppa, dat moet goed. Hem ook gewoon. Dat moet niet meer. Dit is het potje, ik heb een goed makertje van vorige keer, hè? Dat ging niet zo heel erg lekker. Nee, maar nu ben je er wat meer aan gewend. Nu gaat het tuurlijk beter. Battle rifletje erbij. Oeh. Oh, ik heb de toggle kruisje staan. Ik moet iets veranderen in mijn controls, jongens. Deze moet uit. Moet uit, jongens. Je hoort het. Even kijken. Ja, nou zit hij uit. Nu red ik door te bukken. Oh, kijk eens aan. In mijn sprong kan ik dat randje wel vastpakken. Dat was best wel een big thing de eerste keer. Netjes weggesprongen bij de granaat. Een mooie granaat daar, hè? Ja, die was sexy. Oh, mijn shot is leeg. Kijk eens aan. De headshot zou plop. Ja, die moet ik toch hebben. Daar moet ik het dus wel. Als dat hoort, dan weet je gewoon. Kijk, ik ben de active camo, ben ik vergeten om te roepen. Hij pakt hem netjes op, Melf. Ja. En die is opgepakt op 40. Oeh, jammer. Nou, hoort er ook bij. Weer een top masterclass, boys. Geniet het. Hey. Dankjewel, up, jongen. Quicks, zo. Heerlijk. Bini laat achter. Spelbreken is wel een stuk beter geworden sinds de laatste masterclass. Ja, maar toen was de game ook pas 3 dagen uit. Ja, weet je? Ja, het was nog echt wel kijken hoe ga ik spelen. En natuurlijk alleen echte diehards zaten er zwaar in. En nu heb je al wat meer gespeeld, dus de game ook wat langer uit. Ja, ik zat altijd. Ja, je wist dat het randje was? Ja, dat was bedoeld. Oké. Dat was geen geintje. Ik zat wel echt even een beetje te sturen. Ik dacht al, ik dacht, je gaat erin nee, vallen. Nee, ik moest daar weg. Dat was een mooie. Ja, nee, dat was een goeie. Helaas heb ik de sniper niet op kunnen pakken. Ik had graag de sniper even weer laten zien. Maar nu moet ik het weer doen met de shotgun. Wesley die vraagt, wat spreek je zo aan bij Halo 5? Halo 5, nou Halo sowieso. Het zijn de shields, het zijn de plays die je kan maken. Mooie vraag weer, waar ik ook echt niet direct een antwoord op kan geven. Het zijn er moeilijk, hè? Dat zijn echt de, wat vind ik zo mooi? Ja, gewoon de plays, alles. En hoe je terug kan komen ook gewoon. En hoe je dat shield tot je voor. Oeh, oh, hij ging even neerslaan. Blijf ik even bukken. Heb je schildje terughaal. Ja, en dan kunnen we weer. 40 seconden het overshield. Oh, je staat al ja, niet ja, aan nee, de tijd. Nee, volgens mij niet. Hoppa, je gaat hard, man. Je gaat hard. We gaan hard. Oh nee, ik krijg wel copyright. Maxi Twisty vraagt, waarom duurt het een paar seconden voordat je weer kan respawnen? Ja, de respawn timer zit erin, zodat je die spawns kan gaan controleren. En dat je je positie op de map kan vast gaan houden. Want anders, omdat je die shields hebt in Halo, maakt het een stuk moeilijker om iemand te killen. En dan uiteindelijk speel je dus niet 4 tegen 4, maar speel je 8 tegen 4. Ja. Active camo. Gaat ervoor, hoppa. Hij ligt wel een beetje verstopt, moet ik toegeven. Ja, hij ligt een beetje verstopt. En er zit een heel grappig iets in. Ik zal het even laten zien voor de kijkers. Als je hier dit op doet. Oh nee, nee. Dat was ergens anders. Grapje! Grapje jongens! Dat was de bedoeling. Nee, dat was echt. Hij zit eronder. Kijk, er zit een knopje onder als iemand hem pakt. Oh lol, dat valt ja, zo dat is grappig. Beneden. Dat ja, had ik eigenlijk even moeten gebruiken. Hè, ja, die is dat, mooi. Tegen iemand gebruiken. Dat is wel lachen geweest. Nou, ik sta weer met de camo. Hiermee ga ik proberen
om weer even de sneaky kills op te pakken. Mijn team staat aan de andere kant. Dus verwachtte ik eigenlijk dat ze hier zijn. Oh, nee. Oh, zijn ze zijn. Ja, je bent het beest aan het gaan. Er zit nog maar één iemand in. Jeetje. Je bent het beest. Wat moeten we dan doen, hè? Ja, dat is wel lullig. Ja, dat is jammer. En dat krijg je, hè? Ja, als kinderen te harde klappen krijgen, dan, gaan ze met zitten huilen. Ja, dan gaan ze liever. Is het ook zo dat als jij te vaak lief, dat je op een gegeven moment krijg je bands. Een band krijgt, ja. Zet ze alle gewoon schieten, joh, maakt niet uit. Ik vind nu vind ik het altijd zielig voor diegene die er nog in zit. Ja. Hij blijft er wel in, dat is leuk. Thanks Mello, Tim Sub, hij geeft me even de sniper, dat ik in ieder geval iets leuks kan laten zien. Ik vind het wel knap dat hij erin blijft. Hij kan namelijk nu ook gewoon zeggen van, weet je, ik ben ook weg. Dat doet hij niet. Nee, tuurlijk niet. Dat is een echte teammate. En nu is de grote vraag, waar gaat hij spannen? Want iedereen loopt nu gewoon een beetje rond. Dus ergens moet hij weer tevoorschijn komen. En leuk is, hij pakt nog een kill ook. Maar ja, dat moet je ook proberen, hè, dit. Ja, hij blijft zijn best doen, degene die erin zit. Dus, dit duurt nog 5 minuten. Nou, dat is niet heel erg leuk. Nee. Ik ga deze leave. Voor de masterclass is het niet leuk. Douwen die vraagt, wat zijn de punten waar je het meest op let tijdens een online potje? De punten waar ik het meest op let tijdens een online potje. Nou, dat hebben we net besproken natuurlijk. Dat zijn de power weapons. Die zijn verschrikkelijk belangrijk. De power pickups. En de spawn en de placement van mijn enemy. En dat is echt wat zo belangrijk is, dat je dat in de gaten kan houden. Dat kan je niet alleen. Dat moet je met je team doen. Dus als ik dan toch één punt zou moeten zeggen waar je echt het meest op moet letten. Dan is dat je teammates en communicatie. Ja. Praat met elkaar. Want alleen dan word je beter. Ja, je kan ook aan je teammates natuurlijk zien waar de vijanden weer gaan spannen. Ja, zeker. Dus dat inderdaad. Is echt heel belangrijk om in de gaten voor mij is dat echt een derde oog inderdaad. Als ik zie op mijn map staan die hele kleine blauwe pijltjes aangegeven. Die oranje oplicht op het moment dat mijn enemy of mijn teammate schiet. En rood wanneer ze geraakt worden. Als ik dat zie, dat zie je gewoon. En dan weet je, oké, drie rechts van me. Voor me of rechts voor gaan ze spannen. Dus dan weet je meteen ook weer waar de vijanden natuurlijk kunnen komen. Ja. Nee, inderdaad, dat is hem. Dat is hem ook. Jobra24 vraagt, met welk wapen speel je het meest? Magnum, daar speel je mee. En anders Battle Rifle, daar speel je het meest mee. En het liefst is de Sniper Rifle natuurlijk. Ja, maar die moet je natuurlijk wel kunnen oppakken. Ja, er is altijd ruimte voor om te verbeteren met die sniper. Dat is leuk. Ja. Demon die vraagt, heb je in Halo ook scorestreaks of zo? Dat zijn die drops, hè? In Call of Duty bedoelt hij, denk ik. Ja, de scores, als je bijvoorbeeld een 5 killstreak haalt of 10 killstreak, dat je dat iets krijgt. Ja, je krijgt een mooie medaille. Je krijgt iets. Nee, je krijgt geen extra dingen of extra powers of dat soort dingen bij scorestreaks. Het wordt leuk omgeroepen als je 5 kills hebt zonder doodgaan, krijg je een killing spree. En dan daarop volgen de running riot en dat soort dingen. Double kill. Dus je krijgt iets moois in je beeld. En je krijgt, inderdaad. Je moet het doen met de mooie kleurtjes. Snel een fotootje. Ja, je moet het doen met de mooie kleurtjes in het spel. Ja, snel een fotootje maken voordat hij weg is, ga je weer dood. En dus wat wel leuk is wat ze toe hebben gevoegd, is dat je pakjes kan kopen. En daar kan je skins uithalen voor je wapens. Die kan ik nu even niet laten zien. Ik zit even op een andere account. En daarmee, dat is wel echt kicken. Dan kan je het ook weer je eigen maken. Inderdaad, een beetje onderscheiden van de rest, hè, natuurlijk. Ja, dat is een mooi camotje op je wapen. Oh jammer, ik wou de Storm Rifle even laten zien, maar Melvin doet dat die heel plasma, goed. Die plasma, dat is niet echt een wapen dat veel mensen oppakken, hè? Nee, die plasmakast is niet op. Het is misschien wel leuk om een keertje te laten zien. Het feit is dat hij te random is. Het is te moeilijk. Hij verwachtte nu wel dat ik met hem mee ging lopen, Melvin. Sorry, mijn schuld. Even kijken, kijk. Je laat hem op en dan schiet hij eigenlijk een soort granaat af. Ja, die moet raken. Ja, die moet raken. Nou, in de buurt, dan heb je wel een explosive radius, maar... Niet echt, niet echt een wapen van je denkt van ik moet hem oppakken als je hem ziet. Nee, zeker niet. Ik ga nu ook meteen over naar de Storm Rifle. Snel weg ermee. Ja, inderdaad. Ik vind het ook gewoon niks, dat wapen. Nee, ik zag je teammate er al langs lopen, dus dat zegt natuurlijk al genoeg. Ja, inderdaad. Hoppa, ik had niks in de gaten. Nee, ik wou me nu niet overheaten, dus daarom stopte ik even... Oh, achter me. Dat is nou Je bukte natuurlijk zodat hij niet zag. Hij zag me inderdaad niet omdat ik bukte. Kijk eens. Zie je die? The place. Oh. En dan wil ik het weer te mooi maken. En dan wordt het rood voor je ogen, die double kill. Je moet die triple alles. En dan die triple is ook niet genoeg. Nee. En dan weer door. En op een gegeven moment, dan ga je uiteindelijk, het eindigt eigenlijk altijd hetzelfde. Ah, soms lukt het wel even om een trippeltje of wat dan ook op te pakken.
Opa. Mooi opgepakt door mijn teammate. Wat is de hoogste medal die je kan halen in de game? Killionaire. 10 kills en dan elke kill binnen 4 seconden. Zo. Dat is wel heel lastig volgens mij in ja. deze game. Ja, dus double kill en daarna komt triple kill. En dan uiteindelijk bij de 10 heb je een Killionaire. Zo. Ja. Heb je dat ooit al eens gehaald? Ik heb hem een keertje in SWAT gehaald, waarbij 1 headshot is meteen een kill. Oh ja, dus zonder dat dus, armor. Ja, dat is niet echt. Nee, dat vind ik niet bragging rights, zeker niet. 7 kills achter elkaar is mijn record. Oh ja, dat is ook de. Oh, zonder zijn mist. Ook mooi. De kwaad, hè. Kikkeboe. Kijk, dit moet je ook echt. Hij probeert nog weg te komen. Hij werd gewoon door de shotgun geschoten achter me. Je hebt niet eens de kill, joh. Hem had, joh. Hij gunde je de kill niet, man. Nee, is overshield is gerespawned. Yes, nou? Kijk. Dan kunnen we even een mooie play gaan maken met de overshield. Iemand vraagt, zal ik Halo kopen ja. of niet? Want ik ben een echte Call of Duty speler. Is de kans waard? Of is ja, ik vind het wel zeker waard. En nu zie je dan echt de pro plays en zie je echt hoe je beter wordt en alles. Maar de Warzone is echt wel... dat is leuk en gezellig gewoon. En, daar hoef je niet ervoor te zorgen dat je precies die 4 shots raakt of dat je dingen gaat controleren. Daar kan je gewoon lekker je wagens kopen. Kan gewoon lekker rennen, gewoon lekker. Ja, en je kan ze gewoon kopen en je doet het met een team. En als je er geen zin in hebt, pak je lekker een autootje of een vliegtuig. En dan ga je er overrijden. Het is ook altijd leuk. Het is veel meer casual en dat maakt het wel echt een leuke game om ook gewoon een keertje te spelen. In plaats van dat je die pro scene in moet ervoor. Ja. Gewoon lekker je autootje pakken en iedereen overrijden. 2 man mag je eigenlijk niet proberen, hè, maar dan gaan we... Ja, je hebt er al 1. Oh, ik heb nog steeds overshield, joh. Tot de volgende, aan. Dat was ook niet zo slim van hem, volgens mij. BAM! Ho. Deed je nu je boost en tegelijkertijd slaan? Als je sprint en dan sla je, dan doe je de Spartan Charge. Ja. En eigenlijk is wel de regel dat je de keihard HONDELUL bij schreeuwt. want anders dan telt hij eigenlijk niet als kill. Volgende keer. Als het ervan komt, hè. Als het ervan komt. Ja. We hebben hem nog even. Clean Sin die vraagt hoe belangrijk is het om de maps te kennen? LUL! Sorry, ja? Hoef nog een keer. Nee, jammer. Hoe belangrijk is het om de maps te kennen? Ja, verschrikkelijk belangrijk als je echt een beetje goed wil spelen. Ze hebben nu een goed rankingsysteem in Halo. Dus het is niet in één keer zo dat je met mij in een game wordt gegooid als je 4 tegen 4 gaat spelen. Dat kan natuurlijk wel als je mij even toevoegt. De spatie spelbreker op Xbox Live. Kunnen we gezellig samen spelen. Dan is het misschien wel even de School of Hard Knocks in het begin. Maar naar mijn idee is dat het lekkerste. Ja. Heel veel man. Ja, teammate komt je even helpen. Ja, maar dat waren echt heel veel man. Waar was ik? Toevoegen. Ja, voeg me toe inderdaad. Voeg me inderdaad eventjes toe op Xbox Live. Ja. De spatie spelbreker. Of je gaat twitch.tv/spelbreker in de gaten houden. Dan zie je meteen hoe je gaat spelen. Maar je wordt niet in één keer met pro's in een game gegooid. Je komt rustig daarin. Je, ja, je hebt een soort van rankingsysteem. Ja, je moet eerst een paar potjes spelen. En dan kom je vanzelf natuurlijk hoger op als jij beter gaat spelen. Inderdaad. Dus dat is wel een mooi systeem wat er ook in hebben werkt. Niet dat je in één keer tegen deze gozer die met zijn overshield komt. Ja, overshield is helemaal niet leuk. Nee, dan kan je helemaal niks meer. Dus probeer er wel een beetje je kills af te pakken. Oh, maar dat is iets met, zeker in de pro scene, wat die interesseert. Nee, het gaat erom dat je wint natuurlijk. Het gaat er inderdaad voor dat je gewoon die wint pakt. Hoppakee, nou domineren we echt deze alweer match gewoon. Ja. Het is even jammer dat we geen teampje hebben, want anders hadden we dat wat meer, hadden we echt de teamplay kunnen doen. Het maakt allemaal niet uit, ik had toch die overshield, weet je. Ja. Ik stond daar gewoon als tank en was helemaal in paniek, granaten. Nooit maakt doen, hè. Uit, ga nooit in paniek, als tip. Ik hoop dat iemand... Ja. Dit echt op. Ga nooit in paniek grenades zitten gooien. Want je teammates hebben daar helemaal niks aan. Als jij een shot geeft, is dat al 1 shot minder die je teammates hoeft te geven. Heb je ook, als je dit bijvoorbeeld wilt, heb je dan ook teamkilling aan? Ja, teamkills staan aan. Dus als je en dat is helemaal, inderdaad. Dan zit je nog... Oh. Oeh. Ja, hey jongens, jullie zouden naar de chat te kijken, hè? Of, ja. Ik denk ik ga onder het bureau zitten. Oh, dit soort kills, dit doet zeer altijd, hè? Dat soort deaths. Ja, dat kan altijd wel eens gebeuren, dat je even misschien natuurlijk. Nee, vind ik niet meer hoor. Ik kwam hier als pro-gamer, dus dit kon niet. Onacceptabel. Als je zolang je bovenaan staat, alles onder controle. Dan sta je gewoon. Next kill win. Nog 1 killetje. En hoppa. Nou, was een mooi potje zo. Ja, dacht hoppa. 5-5. Ja. Toch? Ja. Netjes. Zeker lekker potje zo. Wat verwacht je dat de volgende Halo gaat brengen? Dat is volgens mij nog best wel ver weg, maar...
Ja, die games komen maar één keer in de 4 jaar uit. Ja. Wat ik hoop is dat ze meer van dit erin gaan gooien. En op een of andere manier ja toch meer een grotere community gaan vergaren. Zeker in Europa, want het is groot in Amerika. Maar in, ja, in Europa, Nederland... Ja, ja. Moet je echt Black Ops 3 gaan spelen, hè? En wat verwacht je dat deze Halo nog gaat brengen met DLC's of extra maps? Veel. Ze hebben sowieso beloofd dat het eerste jaar is alle DLC gratis. Dus voor degene die twijfelt... Je, al je maps, al je content wordt gratis aankomend jaar. Ze zullen veel gaan doen met die requisition packs. Met die pakjes waarmee je dingen kan gaan openen en waardoor het leuker wordt. Nieuwe maps worden toegevoegd. Ik hoop dat het groeit. Ik hoop dat het echt even een zaadje is wat geplant wordt. En dat het uiteindelijk, weet je, mensen die zien de game nog steeds en denken... Wow, ik vind het ook leuk om te zien in de Twitch. Ja. Hey, zal ik hem toch oppakken? Ja, ik zeg zeker ja, doen. Want je gaat geen spijt krijgen. Het is even moeilijk inkomen. En zeker als je dit wil gaan spelen. Als je eenmaal gewend bent en je weet hoe de game werkt en alles, dan schiet je wel lekker doorheen. Heerlijk. Ja. Heerlijk. En heb je ook zelf al, als jij nou gewoon elke dag speelt, heb je nou zelf ook een idee van, ik wil misschien dit er nog in qua game mode of zo'n soort wapen? Of... Wat ik erin wil qua game mode is af en toe, dan ben je echt gewoon de hele boel bij elkaar aan het schelden. Je flikt die controle door de kamer heen. Ja. Je schreeuwt, je breekt alles. Er moet een game mode in zitten waarin ik eventjes... Tot rust kan komen. Even tot mezelf kan komen, even rustig. Ja. Want er is één uitspraak en die doet Melvin ook vaak. En je zult hem vaak hebben gehoord. Madcus bad, toch? Of was het Badcus mad? Help me dan een beetje, man. Ik ga je niet helpen. Badcus mad, hè. Badcus mad. Ja. Als je boos wordt, dan ga je slecht spelen. Ja nee, dat sowieso zeker. Je laat me gewoon keihard afgaan. Ja, nee, joh. Maakt niet uit. Jobra vraagt... Broken Angel Rush. Wanneer ga je altijd live spel breken? Welke dagen stream je? Ik stream op random dagen, maar eigenlijk altijd van 8 tot 12. 8 tot 12, ja. Kijk eens aan. Dus maar het staat trouwens op mijn Twitch. Twitch.tv/despelbreker. Onderaan. Kunnen ze gewoon zien wat mijn schema is, wat ik stream. Leuk man, leuk dat je het even vraagt. Damon die zegt... Dus jij bent ook zo'n race net als bij jou. Ja, jongen. En dat is ook waarom jullie die Twitch in de gaten moeten houden. Alles gaat kapot, hoor. Ja, maar het is allemaal live natuurlijk. Ja. Dat is ook live. Ja, inderdaad. Dus als er iets verkeerd wordt, als je boos wordt, dan word je boos. Die is verdwenen. Heb je al iets kapot gegooid of zo? Echt gewoon je controle tegen mijn controle, tv's, alles, jongen. TV's? Nee, ja, jongen. Je wil het niet weten, hoor. Ik kan me niet inhouden, hoor. Dat is echt gewoon één grote rampage, hoor. Als ik zit te gamen. Hoe kan je tv kapot maken? Van de muur aftrekken en gooien. Echt? Ja, niet gooien, meer op mijn knie brak ik hem. Dat was wel in de tijd dat er wat meer geld binnenkwam. Maar ja, dat is gebeurd. Het is echt... Prachtig. Ja, het is... Mooi. Ja, maar dat mag gewoon eigenlijk niet, hè. Nee. Wil je pro-gamen en dat is ook wel echt iets wat je gewoon in de gaten... Nee, die sniper... Nee. Kom op! Oh, ja. Jammer. Ja, ik leid die af, sorry. Ja. Ik leid hem af, jongens. Oh. Houd de heil! Rustig. Beste die vraagt nog een keer, hoeveel televisies heb je al gesloten? Hoeveel televisies? Beste vraag, nu al. Eén. Nee, ik moet niet gaan overdrijven. Nee. Broken TV's eentje is no gaming, streamen. Maar ja. Soms moet het er gewoon even uit, man. Ja, zeker. Ja, sowieso, als ze gewoon een rustgevende game mode erin brengen, dan ben je even relaxed. Ja, maar wel dezelfde game blijven spelen. Ja. Ik doe het nu meestal door een andere shooter te gaan spelen. Dan, weet je, dan ga je toch een beetje uit die Halo, hè? Ja. Nee, dat is waar. Tegen. Kon je niet veel aan doen. Nee, inderdaad. Ik ga nu even... Okay. Wat vind je van de single player van de Halo game? Vet. Leuk. Ja. Goed verhaal. Lekker. Ja, heerlijk. Zeker. Ik blijf nu even samen met Mel. Ik ga nu even een beetje de teamplays erin gooien, want we gaan gewoon de game throwen anders. Nee, die zijn achter, hè? Ja, wat is dit nou? Nee, ik kan niet. Dat was een concentratiemomentje. Ja. Niks zeggen. Ja, maar nu deed hij het netjes, weet je. We hadden een mooie battle. En hij switcht naar assault rifle. Ik ging voor die headshot. Daarmee verpest ik het. Hij hoort er ook bij. Toomod for God vraagt, wanneer is de assault rifle goed? Wanneer moet je de assault rifle gebruiken? De assault rifle is voornamelijk goed van dichtbij, close range. In principe is de Magnum altijd sneller, maar als je toch je aim erop houdt, is het gewoon een stuk simpeler om een kill te pakken met de assault rifle.
Ja, eigenlijk echt als je dichtbij iemand staat. Oh, als je dichtbij iemand staat, gewoon even je SO-twijfeltje pakken en ervoor gaan. Ze weten wel dat je er zit, dus ze komen eraan. Ja, kom maar. Kom maar, kom maar! Het team die gaat er achteraan. Oeh, die granaat, hoppa! Hey, teammate pakt de rest op, dat is wel mooi. Ja, dat doen ze netjes. Daarom keek ik daar al niet meer. Er waren twee man dood en ik ging meteen naar rechts kijken, omdat ik niet wil dat we dat ons momentje voor ze verstoord wordt. Nee. En je houdt nu ook je positie aan natuurlijk, je gaat er niet op afrennen met je sniper. Ga er lekker voor staan, ja, joh! Ja, inderdaad! Jongen, hondenlul! En dan gaat hij dood. Ja, dat is karma. Dat is karma. Oh, kijk eens aan. Moet je positie houden. Ze probeerden je echt te killen, hè? Ga ervoor. Kijk eens aan, je had nog geen hitmark. Die opgepakt. Kijk, en dat is dus als je één positie gaat pushen, dan krijg je dit soort plays. Ja, ze blij, ze gaan er wel voor, hoor, bij je. Hoppa, Hedgehog, je hebt nog één kogeltje. Ja, gouden kogel. Gouden kogel, hè. Gouden kogel. Make it count, hij heeft overshield. Oh, ja. Je kan hem wel raken, maar ja, dat gaat hem niet ik worden. Ik heb eerst een tweede wapen, dit is Wesley die vraagt, hoe vaak win je gemiddeld met je team? Dus als je win-lose ratio of... Nou, volgens mij heb ik op mijn account nu iets van 80%. Best wel hoog, ja. Dus dat is 1 op 5 potjes die je maar verliest. Komt hij aan met zijn schild. Ja, maar dan heb je niks. Nee. Ja, dat was een mooie play, want hij kwam achter jou aan en jij mocht hem gewoon naar je team toe. Ja, maar hij mocht ook gewoon niet zo ver komen. Nee. Kijk eens aan, netjes. Wat vind ik het leukste aan Halo? Gewoon lekker knallen en je moet een keertje meer raak schieten. Ik schiet gewoon op een hoofdje en dan is iemand dood in één kogel. Maar bij Halo, toen ik het eerste keer speelde, dacht ik van, is hij nog niet dood? Hij is nog niet dood! Oh, nog niet dood! Het is echt even wennen hoor, dat Halo. Dat is juist weer hetgene wat me wel trekt. Ja, ik heb het nu ook redelijk vaak gespeeld, ik ben er wel meer ingekomen. Jaraski gaat meer Halo spelen, jongens. Dat ga ik verzorgen. Ik doe wel een keertje met je mee, hè? Dan kan ik afgaan. Ja, hij gooide nu zichzelf dood. Is er eigenlijk een Nederlandse community voor Halo? Ja, de Nederlandse community is er zeker in Halo. En dat merk je dus als je in die hoge ELO komt. ELO, ja, ik weet niet eens waar het voor staat. Maar dat betekent een beetje die hoge pro-matches. Met de hoge rank. Ja, met de hoge rank inderdaad. Dan kom je die vanzelf tegen, weet je. Dan kom je een Nederlander tegen en denk je, hey, vet, een Nederlander. Weer niet deze keer zo'n stink-Amerikaan. Of een Rus, dat kan ook nog op iets. Ja, dat heb je ook vaak genoeg inderdaad. Ja. Dan, je komt ze tegen en die pak je eigenlijk meteen op. Het is een kleine community, maar wel een hechte community. Ja, niet een warme familie waar we jou in willen hebben. Ja, dat vind ik het tof ook aan Halo. Iedereen is meer relaxed als je het vergelijkt met andere communities. De meeste mensen schelden elkaar uit als elkaar tegenkomen, dit en dat. Maar het is toch cool als je een Nederlander tegenkomt in je team dat je even kan samenwerken of of tegen ze, weet je. Ik bedoel, respect their plays, weet je. Gewoon als iemand een mooie play maakt, zeg je goed gedaan. Hoppakee, dan ga je niet inderdaad zeggen, fietsen, stinken, lul, wat doe je nou weer, weet je. Nou, als je boos bent, dan... Op het moment wel. Ja, ja. Goed man, met je shotgun vanaf die afstand. Wat voor halfgod denk jij dat je bent? Maar het is wel, dat vind ik wel mooi in Halo, dat het een aardige community is. Oh nee, ook het lausje. Nee. Zie je, hij staat gewoon te wachten. Hij staat te wachten. Zie je, kijk, hij hoeft die kill niet direct te maken. Nee, hij hoeft niet mij niet raak te schieten. Ik bleef expres zweven. Ik denk, dan schiet hij onder me. Nee, daar kan je niet veel tegen doen. Nee. Oh, dat wordt wel een spannend. Dat wordt concentratie, jongens. Dat wordt concentratie. Niet meer praten, ik praat wel voor je. Oké, blijf ik goed bij de Melvin, hè. Dus staat 37-37 op dit moment. Lekker aan, maak een burpee shot. Ja, hij was met zijn sniper, maar zolang ik hits op hem hou, kan hij niet inzoomen. Nee, dan kan hij natuurlijk niet inzoomen. Ik ga niet te diep, want dan verpest ik het voor mijn team. Hij gaat wel te diep, dus dan moet ik nu ook gaan. Je moet met je team mee. Hij maakt even een perfect shot, dat doet hij heel netjes. Oh! Ik netjes, pak snel dit wapen op. Rug, je team. Ik had eigenlijk verwacht dat hij er al wel klaar mee was daar. Maar ze hebben hem. Inderdaad. Dit dat is een kill trade, dat is ook... Ja, maar dat is niet alleen een kill trade, we hebben ook een positie geruild. Ja. Dat is ja zeker waard, want we staan nu hierboven. Die rocket launch gaat spannen over 15 seconden. Wij hebben nu in principe gewoon... de spawn. Ja, nu heb je weer in die map control waar we het een half uurtje geleden over hebben gehad. Hij gaat voor die rocket launcher hoor, die vijand. Ga je ervoor? Oh!
Piet Melvin op zijn bek schieten. Nee, nee. Ah, hij staat twee kills voor. Hun waren zo dood gefixeerd op die rocket launch. Ja. En Melvin kon heel rustig. Gewoon achter ze komen en ze pakken. Vanaf zijn kant had het leuker geweest om het te zien. Maar nou ja, dit mag best. Ja. Hij staat nu met de rocket launch daar. Die wordt nu opgepakt. Hey, hey hallo jongens. Ja, kijk. En ik had eigenlijk nu verwacht dat ze aan de rechterkant... Ja. Dat ze het een beetje voor me op gingen lossen, maar volgens mij gaat dit wel goed komen. Ja, nog drie killetjes. Dit pakken jullie. Het gaan jullie wel winnen. Dat is de instelling. Zoals we rockets laten wasten, een beetje afstand houden, een beetje ervoor zorgen dat hij geen goede positie kan maken. Dag Rudy. Doei, ja, je zag hem al aankomen. Ja. Ik zag hem ook, die vijand kwam gewoon in zijn rug. Rudy had het niet door. Kan ook wel eens dat je heel even niet oplet. Redshot. Oeh, nog twee kills en de vijand er nog drie. Ja, dit wordt nog tricky hoor. Oh! Oh! Wordt niks. Beide teams hebben er nog twee. Oh, er overshield. Één. Hij heeft een overshield. Oh, dat doet. Als hij nou dom gaat zitten doen, dan verliezen ze net. Kijk, hij gaat nu te diep. Oh, beide teams hebben er nog één. Oh, nee! Ik wou die bal in zijn rug doen! Nee, dat meen je niet! Nou, kijk, het is maar goed dat ik zo'n Elite controller heb gekocht. Hè. Dat is elke keer wat ik denk van, nee, hij is te duur. Die kan ik echt niet gooien. Nee, die kan je niet kapot gooien. Kan ik beter een tv breken. Gewoon rustig neerleggen. Dan een eentje. Oh, maar dit soort momenten. Oh, één kill verschil. Ik zag hem, ik hoefde alleen eventjes... Eén kill verschil. In zijn rug hier tikkie en dan heb ik klaar. Ja, maar ik was er ook weer achter jou. Nee. Bam. Oh, dat is wel jammer. Maar, in ieder geval, het zit er weer op. Het zit er weer op. Ik hoop dat de kijkers thuis iets hebben geleerd. Ik hoop het ook zeker. Ja. En ik wil dat jullie allemaal vanavond gaan kijken, want er wordt veel meer Halo gespeeld. En wellicht wel dingen gebroken op twitch.tv/despelbreker. Ik hoop niet dat ik jouw schema nu in de war gooi. Ja, ik ga ook streamen, maar dat maakt niet uit. Ja, dat zijn andere kijk keren, dan maar naar jou. Black Ops 3 is toch maar naar veel hem groter. Kijken, joh. Gaan we naar hem leuk, kijken. Leuk, hey. Dank je, man. Alsjeblieft, joh. Dank je wel. Hey, leuke bedankt. Stream. Allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet even het YouTube-kanaal uit te checken. Daar komen alle livestreams ook weer op. Daar komen ook nog extra video's op, want wij hebben ook nog even lekker lopen knallen. Dus check het uit op ign-masterclass.nl. Natuurlijk ook een dikke shout-out naar de sponsors HyperX, Livekaarten en ISO. En daarbij sluiten we de stream weer af, dus ik hoop dat jullie iets hebben geleerd. Moesten we niks meer weggeven? En mocht je nou nog €50 willen winnen, dan kan jij natuurlijk naar de enige echte ign.livekaarten.nl gaan. Daar word je vanzelf doorverwezen en dan kan je kans maken op... Een €50 tegoedbon van Livekaarten. Van Livekaarten.nl. Dus allemaal bedankt voor het kijken jongens naar deze stream. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd. En ik hoop jullie ook weer te zien volgende week. Natuurlijk bij een nieuwe Masterclass. Kijken jongens. Woe!